32. Wow, dit is ziek. Oh, je kan die kaarten uppen. Dus je kan een hoog level krijgen door die kaarten te vragen. Wow, dit is echt heel lijp. Dit is echt heel lijp. Force. Oeh, je kan ook local hoog komen met Clash Royale. Ik vind het lijp. Ik vind het lijp. Dat Clash Royale 100% zeker terugbrengen. 1000% zeker gewoon. Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. Hield gekoopt, ja, vandaag spelen we Clash Royale. Laat die like achter. De nieuwe update is en hij is ziek, hij is ziek, hij is ziek. We gaan gelijk de clan weer starten. Laat een like achter, we gaan voor 1500 likes voor deze update. Mijn clangenoten kunnen niet wachten. Iedereen zegt start nu, start die war, start die war, start die war. We gaan die war starten. Hier is die war, ik laat straks de rest zien. Ik heb nog helemaal niet gekeken. Ik ben echt letterlijk 1 seconde nu op die nieuwe update. Ik weet niet hoe dit moet, maar clan war. Battle other clans from around the world in een epic clan war. Lippatee, wow, oké. Wat is dit? Wat is dit? Collection Day. Oké. We zijn aangekomen met Dutch Corps op het eiland. Even kijken hoor. Kijk, hoppa, Clan War, start it by your map bro. Let's go jongen, let's go. Oké, wat kunnen we dan doen? Clan Cards. Here are the clan cards for this war. All battles on collection. They earn clan cards. Win earns the most. Oh, je kan dus clan cards... Kaarten kan je dus earnen, oké? Okay? On War Day, everyone in your clan will be using these cards for their final battle. The final battle is belangrijk. Share decks and chat with your clan to create the best decks for War Day. Oh, ik heb hier zoveel zin, daar gaat nergens over. No clan cards. Battle on Collection Day to earn clan cards. Oké. Okay. En je hebt helemaal geen kaarten nog. Oké, okay. Dus je moet dus... Live. Mensen zijn dus feest is nu al bezig en Santa Claus is bezig. En wat kan je dan doen? Dan kan je kijken bij hem. En hij kan dus in 1 dag kan hij clankaarten gaan verzamelen voor ons. En als je wint, krijg je meer clankaarten dus. En met die clankaarten kan je decks maken. Oh jongens, ik vind het lijp. Ik vind het serieus ziek. Feest is hier bezig in een draft version. Tegen een van Fire Range. Oké. Feest, good luck. En dan kan je, even kijken hoor. Dan kan je dit gaan doen. Battle to earn clankaards for this war. The higher your arena, the more clan cards you earn. Oeh. Oh, hey, dat is mijn deck. Dat is mijn deck. Oh, dat zijn mijn decks gewoon. Oké. Dan pak ik gewoon een goed deck. Dit is wel een goed deck. Battle. 2 tegen 2. Oh, we gaan 2 tegen 2 doen. Voor clan cards. Kijk wie met mij mee gaat doen. Oké, we gaan dus die clan cards verzamelen. Met wie zit ik? Ik zit met Rufio. Rufio, goede speler. Oké, dit is mooi. Dit is mooi. Als we dit even winnen. Hoezo? Oeps. Oh, hij heeft niet het goede deck. Misschien dit. Oh, nee. Is dit niet een goede deck? Dat zou vervelend zijn, zeg. Waarom zegt hij oeps? Ik heb geen idee. Oh, dit is wel... Oh, dit is Tournament Standards. Dus misschien zei hij daarom. Oeps. Ik ook... Nee, oh, we loggen allebei. Oeps, we loggen allebei. Oeps, we loggen allebei. Nou, maakt niet heel veel uit. Oké, nou, Furnace die kilt die mini-packen. Oké, maar dit is dus om clankaarten te verzamelen. Oh, die mini-packen. Oké, die gaat dood. Kom op, Rufio. We moeten dit winnen, want we willen die clankaarten. Die willen we... Oh. Oké, even set. Top. Doe ik even dit erbij, zo. En dan gaan we hier gelijk een mortier van maken. Hè? Gewoon gelijk van je offense en defense. Van je defense en offense maken. Dat is altijd wel een mooie tactiek. Let's go. Maar natuurlijk wordt die draak wel redelijk afgeleid. Dus wacht even, die raak. Die mortier, dat komt nu met Maynard. Zo. Moet je dit wel winnen? Want dan krijgen we dus meer clankaart als we dit winnen. Dus dat is wel heel belangrijk dat we dit winnen. Roger, jij? Mooi. Oké. Okay. Oeh, Golem komt die. Doe ik even de badge. Oh, hebben we ook badge? Oh nee, ja. We doen allemaal dingen de hele tijd dubbel. Dat is zo'n mooie zap. Als je dit zet. Nou, hij zet het niet. Oeh, kijk die badge gaan. Kijk die badge gaan. Dat is best wel top eigenlijk. Is eigenlijk niet zo heel slecht. Log ik dit? Oh, log jij maar. Ja, top. Doe ik goblins. Dan log ik nu. Ik log. Let's go, Rufio. Mooi. Dan loggen we dit tegelijk. Ja, nice. In principe doe ik nog even de Goblin Gang om eventjes... Mega Minion af te leiden. En zo, dan gaan we nu in de aanval. Dan gaan we nu in de aanval met die Hogwarden. Gewoon eventjes chip. Ik weet dat die... dubbel elix. Dubbel defense zelfs. Dat is niet zo best. Hij zept het eventjes lekker. Want dan kan ik nu met mijn mortier komen. Ik denk dat ik nu gewoon met mijn mortier ga komen. Het is misschien niet de beste decks die we hebben samengesteld nu. Voor 2 tegen 2. Voor 2 tegen 2 op Tourney Standard. Maar we gaan even kijken of we dit kunnen met Rufio. Ik hoop het wel. Want dan krijgen we dus meer clankaarten. We doen even badge hierbij. Zo. Stel goblins. Goblins. Ja, soort van. Soort van gestopt. Oké, we doen wel wat damage op die toren. Niet al te veel. 2 hits. Ik doe even de Goblin Gang hier op die miner. Die miner moeten we wel even snel killen. Zo.
top. En dan knal ik nu gewoon hier gelijk een Hogrider achternaan. En dit is mooi dat Ruffio nu komt met een extra furnace. Dat hebben we wel gewoon nodig. Dit zap ik gewoon eventjes. Oh, hij logt het ook nog bijna. Maakt niet heel veel uit. Maakt zeker niet heel veel uit. Want we choppen toch gewoon lekker mee weg aan die toren. Ik heb nu wel nog een log over voor zijn barrel. Die nu komt. Ik log. Ja, ik log. Toppie. Zo. Mooi, en dan ga ik eventjes de mortier op defense knallen voor die golem die er dus nu aan gaat komen. Als we deze golem poets kunnen stoppen, heb ik wel vertrouwen in dat we dit potje ook gewoon binnen hebben. Maar hij zit helemaal omhoog, komt net uit de douche ook. Maar ik zag dus dat die video... Oeh, rocket dit, is op zich geen gekke rocket. Ik zag dus dat die video klaar stond. Zo, ja, dan logt hij terug. Mooi. Kom op, we moeten wel echt eventjes... Die furnace was niet goed gedropt namelijk. Die furnace... Oh nee. Meenord. En ik log dit. Zo... Zo, oké, we leven nog, maar we staan wel achter. Moet ik eventjes dan weer dit doen, zo. Oh, god, oh. Die spierkelbonnen is te choppen. Die spierkelbonnen staan te choppen. Oh, wacht, dit is op zich... We komen hier niet echt doorheen nu. Ik moet eventjes wachten, Sas komt die golem. Oké, gaat gewoon wel giant. Ja, dan ga ik... Doe maar. Oh, gaat rocket en vuurballen. Oh, nee, nu moeten we gaan. Hij weet het. Iedereen weet het, log. Oké. Nu moeten we gaan. All in. Oh, nee. Oh, nee. Verloren. Nee. Well played. Oh, Ruffio. Ja, wat niet de goede decks. Ik wist dit dus niet. Ik dacht dit... Clan card chest. Exit. Wat kunnen we daarmee? Oh, daar komt ie. 32. Wat? Dit is ziek. Oh, je kan die kaarten uppen. Dus je kan een hoog level krijgen door die kaarten te... Wauw, dit is echt heel lijp. Ik ga het ook even typen. Dit systeem is ziek, zeg. Holy. Dus je moet gewoon heel veel spelen. Wat, dit is echt leuk. Oké, ik ga nu... Wacht. Ik moet wel even mijn deck... Oh, dit is lijp. Wacht, ik ga heel even de rest laten zien. Dan gaan we nog een potje doen. Dit systeem is echt moeilijk. Ik ga echt zoveel Clash Royale weer spelen. Ik vind het echt zonder grappen echt heel leuk. Oké, wacht. Wat is er nog meer nieuw? Nou, die koop ik de volgende video misschien wel. Bij de 2K-lijst koop ik deze Electro Value Value Pack. Doe ik dit eventjes erbij. Zo, hoppatee. Wat kan je dus allemaal nog meer? Ik zie daar een mooi schildje. We hebben 0 clan. Wat is dit? Oh, je kan er niet op klikken. Maar waarschijnlijk zijn dat clan cups of zo. Ik denk dat het clan cups zijn. Kijk hoe er nu de ding eruit ziet. Oh, dat ziet er lijp uit nu ook. Clan Wars. Oeh, je kan ook local hoog komen met Clan Wars. Ik vind het lijp. Er is zelfs een Clan Wars leaderboard. Ik moet typen. Ik vind het zo leuk. Zelfs CW leaderboard. Zo ziek. Ik vind het zo... Dit gaat Clash Royale 100% zeker terugbrengen. 1000% zeker gewoon. Oké, nou ja, weet je wat dit is? We gaan gewoon nu lekker... Hoppatee. Met deze. Oh, dus kijken. Nee, ik wil zelf spelen. Ik wil heel graag zelf spelen. Sudden Death. Dan werkt denk ik mijn blond bed. Oké, nou, het is in mijn eentje. Dit is nu... Nu ligt het allemaal aan mij. We moeten die clan chest halen voor onze maten. 4300 cups heeft hij. Oké, ik heb hoger. Dus ik denk dat ik dit ventje wel moet pakken. Ik weet niet of ik een heel goed Sudden Death deck heb. Nou, het is wel een ballon deck. Maar hij is wel een level 13. Dus daar moeten we ook voor oppassen. Oké, mensen kunnen groeten. Zie je dat? Doe even Ice Spirit. Alhoewel, als ik nu gewoon eventjes... Ja, weet je? Het is toch Sudden Death. We gaan even kijken of we iets kunnen met die ballon. Oh nee, we kunnen helemaal niks met die ballon. Dan doe ik even de Ice Golem hier. Dan moeten we hier voor oppassen. Dit is wel even een enge push. Zo. Nou, we kennen die earbuds op zich wel redelijk mooi. Gaan we nu eventjes kijken of we hier wat damage mee kunnen doen met die miner. Oh nee, mijn bets gaan allemaal naar de andere kant. Oké. Ik moet dit doen. Oh, je kan ook zien 2-1. Twee kijkers van mij kijken en één kijker van de tegenstander. Oké, doen we eventjes dit zo. Mooi. Oké, die hebben we geprobeerd. Dat is best wel nice. Dan doen we even een kanonnetje hier zo. Even op defense even nu. Oh nee, hij heeft natuurlijk wel Minehort. Terwijl wij ballon spelen. Maar we gaan even kijken of we het alsnog weer doorheen kunnen komen. En dan heb ik nu Zap ready. Voor dit. Zap, boom. Ja. Nee. Oh mijn god, jongens. Oké. Dit. Ik denk dat we gewoon allebei niet winnen. Ik denk serieus dat we allebei niet winnen. Wacht, ik kan het nu nog een keer gaan proberen. Dan laat ik die miner gaan. En dan gaan we nu nog een keer proberen. Met dit.
Misschien is het nu wel beter of zo. We gaan even kijken. We gaan even kijken of we er nu doorheen kunnen komen. We gaan het eventjes zien. Ik ga dit eventjes zappen zo. Zap. Ja. Net geen tweede ballonnet. Oké. Maar het ziet er wel steeds beter uit. Als hij opeens... nou doe ik dit en dit zo. Ga jij wel lekker met je minder komen. Je enige ballon defense. Dit vind ik helemaal mooi dat jij dat nu doet. Kanon en arches hierachter. Zo. Nice. En dan gaan we nu... hij zit nu wel al in aan het gaan. Weet je wat? Ik negeer die e-barb. Hij heeft net gezapt. En dan moet ik nu alleen oppassen voor die wizard. Ik wist het eigenlijk al. Ik had eigenlijk die Betsy moeten plaatsen. Ik ga dit nu zappen. Zap. Ja, we hebben hem. We hebben hem binnen. Let's go. Duimpjes omhoog. We hebben die clan chest te pakken. Let's go. Rip Ken Kaneki. Bam. Afgepakt die clan chest van hem. En we hebben hem binnen. Voor de clan doen we dit, hè, jongens. Voor de clan. Helemaal top. Oké, we hebben wat martieren erbij. Wat archers erbij. We hebben nog geen nieuwe kaart. Dus ze hebben nog wel een beetje deze kaart. Ik vind deze kaart nog niet echt tof. Zijn het alle kaarten? 5 keer 3, 5, 8. 5 keer 8 is 40. Nee, dat zijn lang niet alle kaarten. Oh, we hebben dus wel... Oeh, dat is wel vervelend als je wel verschrikkelijke kaarten hebt. Maar het ziet er nu op zich wel redelijk uit. Er moeten wel meer kaarten als... Bijvoorbeeld goedkopere kaarten als we straks een deck willen gaan maken. Met de clan. En dan is dus de final battle. Dat is de final battle wanneer je dus met je clan gaat. Moet je kijken, allemaal troep. Oeh, wow, je krijgt dus ook gewoon allemaal gold ervan. En allemaal kaarten dus voor de clan. Hoor. Ik vind het zo ziek. Wat zegt de clan? Hoe vecht ik een rip? Oh, beter dan niks. Nou ja, in ieder geval, we krijgen dus allemaal wat dingetjes erbij. Iedereen is lekker aan het spelen. Ik kan nu alleen meekijken. Weet je wat? Dan kan ik ook gewoon nu de video eindigen. Ik ga even kijken nog wat er dus allemaal is. Dus om even goed te laten zien. Je kan dus clankaarten verzamelen. En met die clankaarten maak je een deck. Die volgens mij of individueel is of voor het hele. Even kijken. Create a clan user. This is your... Nee, je kan je eigen deck maken. Met die kaart. En hoe meer je speelt, hoe hoger level je die kaarten krijgt. En dan moet je de final battle knallen. En wie die wint, krijgt dus Clan Cups. Maar ik vind het zo ziek. En je hebt dus de collection day, dat is dus nu. En die collect je kaarten. En dan, duurt een dag lang. Dus je moet zoveel mogelijk kaarten collecten, zoveel mogelijk spelen. En dan ga je volledig erin. Ik maak geen grappen. Hier kan je zien, ik sta op 2 nu. Ik heb al heel veel kaartjes verzameld. En dat is gewoon de clan zelf. En dat is dus war. Je ziet dat ik aan het strijden ben voor die kaarten. Van de 2 battles, 2-3. Dus ik weet niet wat dat betekent. Oh, je mag maar... Nee. Je mag maar 3 potjes spelen ook. Oeh, dan moet je wel een hele actieve clan hebben. Als je maar 3 potjes mag spelen. En past wars kan je natuurlijk nog niet zien. Jongens, ik hoop jullie een leuke video. Ik ben lijp voor deze update. Ik hoop jullie ook. Ik ben bijna zeker jullie ook. Ik zie me de volgende video. En tot dan, mensen.